Welkom in deze bijeenkomst waarin ik u wil meenemen in de titel van mijn presentatie, BIM en in relatie tot conceptueel bouwen. Mijn naam is Albert Gils en ik ben BIM-manager voor wat tegenwoordig heet de Ruwbouwgroep. En daar zal ik straks iets meer over vertellen, dat is namelijk de naam die vorige week ons bedrijf heeft ondergaan. U kent ons misschien beter als CRH Structural, dat is namelijk de naam die we de laatste 2 jaar als groep hebben gebruikt. En CRH Structural omvat verschillende bedrijven. Om te beginnen Calderan Kalkzandsteen, Heenbeton en Alfon, de lichtbetonwanden en de massieve wanden. Maar ook Dijkhoor en de holle wanden van Heenbeton. Wij zijn dus onderdeel van CRH. We hebben een jaaromzet van 160 miljoen. En wij voeren ons werk uit met 800 medewerkers op diverse locaties. Waar zitten we in? Waar zitten we in de organisatie? Nou, we maken deel van een hele grote wereldwijde organisatie, beursgenoteerd, met hoofdvestiging in Ierland. En over de hele wereld dus 90.000 medewerkers, 3900 locaties, ook vooral gericht op grondstofwinning en prefab ruwe bouwmaterialen. Actief in 31 landen en 24 miljard omzet. Dat is ons hoofdconcern van CRH. Dichter bij huis hebben wij dus deze merken, Calderan Kalkzandsteen, Dijkhoor Vloeren en Heenbeton. En u ziet hier een plaatje zeg maar, van een van onze locaties in Hogersmilde. Dit is de productielocatie van Calderan Kalkzandsteen, waar wij dus het zand winnen en kalkzandsteen produceren. Verdeeld over de kaart van Nederland ziet het beeld er als volgt uit. En dan ga ik even aan deze kant staan. Helemaal bovenin ziet u dus de kalkzandsteenfabriek van Calderan in Hogersmilde, hoog in het noorden. Dan in Veenoord hebben we de fabriek van Alfon Heenbeton. In Harderwijk is een fabriek en kantoor, ons hoofdkantoor van Calderan. Dan hebben we 2 productielocaties in Lelystad. En dan hebben we 2 productielocaties in Oosterhout en Breda, waar de breedplaat en de kanaalplaat worden gemaakt. Dat zijn de productiebedrijven zeg maar, die samen zeg maar, tegenwoordig zeg maar, onder de naam de Ruwbouwgroep zeg maar, hun werk verrichten. En wat doen wij? Casco's leveren in vele vormen en vele varianten. En u ziet hier een plaatje met een voorbeeld waarin zeg maar, onze producten zijn toegepast. U ziet aan de onderzijde zeg maar, de ribbenvloeren, de breedplaatvloer en de kanaalplaatvloer onder de merknaam van Dijkhoor. U ziet de kelderwanden gemaakt van de holle wanden van Alfon. U ziet de prefab betonwanden gemaakt van Heenbetonwanden. En u ziet ook zeg maar, de kalkzandsteenwanden gemaakt van Calderan. Dat zijn de bestanddelen en daar leveren wij casco's in. Nou, dan naar het onderwerp van deze presentatie. Hè, dus BIM in relatie tot conceptueel bouwen. Op het moment dat je dus die titel hoort, ga je meteen afvragen, oké, en wat is dan die relatie, hoe steekt dat in elkaar? En wat heeft het te maken met het bouwen van concepten te maken met BIM? En hoe haken die twee processen op elkaar, hoe sluiten die op elkaar aan? Ik zal proberen dat uit te leggen. Ik begin even met dit plaatje. En ik probeer even aan te geven dus dat wanneer wij praten met onze klanten, hè, wij zijn natuurlijk leverancier van casco's, dus onze klant zeg maar, is de aannemer, de hoofdaannemer. En bijna elk zichzelf respecterende aannemer in Nederland heeft een concept in huis, een woningbouwconcept meestal. En ik heb hier even een paar voorbeelden aangegeven. De PCS-woning is een hele bekende woning. De WNR is natuurlijk een conceptwoning. De Huismerk is eentje van Heijmans. Trento komen we tegen. Lekker eigen huis. Beta Baashuis. 6D. Noem ze allemaal maar op. U heeft ze vast en zeker al een keer gehoord. Dat zijn, wat de aannemer noemt, zijn woningbouwconcept. En zo'n woningbouwconcept is een standaard woning voor hem, die voor de klant zeg maar, dus maatspecifiek gemaakt wordt en ook geoptimaliseerd wordt en voorzien wordt van kopersopties. Maar als we dan kijken naar de praktijk, want voor ons als leverancier klinkt dat van hoi, een conceptwoning, een standaard woning, die kunnen we lekker veel in dezelfde manier produceren. Geeft u mij er maar 100 van en we starten de machines en we gaan 100 woningen maken. Maar dat is niet waar, want als we dan gaan inzoomen, het heet dan wel een conceptwoning, maar die conceptwoning is meestal heel erg parametrisch opgebouwd. Hij is te stretchen, de beukmaat is te verbreden, de lengte is groter te maken, de dakvorm is anders. En hier bijvoorbeeld even een plaatje met pluswoningen, dat allemaal hetzelfde concept zijn, het plusconcept. Maar die zien er toch echt aan de buitenkant en ook in de woning echt heel anders uit.
Dus zo simpel als van oké, het is een standaard concept, die kunnen we dus tigmaal produceren. Zo simpel ligt het niet. Dat betekent dus dat we in een woningconcept altijd op zoek gaan en dan beginnen we meestal met de vloerplaatindeling. Die is zeg maar, voor het casco heel erg bepalend en heel erg belangrijk. En het liefste zouden wij conceptwoningen zien met een vaste vloerplaatindeling. Alleen, ja, de praktijk is natuurlijk anders, want door die kopersopties, verschillende trapgaten in woningen, verschillende installatiewoningen, heeft dat een effect op de vloerplaatindeling. En verandert die dus mee met het concept. Het hoofdconcept is nog steeds het standaardconcept, maar door de kopersoptie wordt het concept beïnvloed. Dat betekent dus ook dat die kopersopties, en die hebben ze natuurlijk in de ruwbouwvorm en in de afbouwvorm, waarbij met name de ruwbouw natuurlijk heel erg belangrijk is, zeg maar, die bepaalt echt de vloerplaat of de wandlengte of openingen in wanden, die zijn echt heel belangrijk om die goed af te vangen. En vaak wordt dan ook tegen ons gezegd als leverancier van, god, weet je, dat concept hebben we al zo vaak met elkaar gedaan. Dat hebben we al veel vaker gebouwd. Die heb je bij wijze van spreken gearchiveerd. Die heb je op de plank liggen. Die kun je zo weer hergebruiken. Op zich is dat natuurlijk de 2D-manier van denken. Er is iets gemaakt op papier. Het ligt in het archief. Je pakt het uit het archief. Je kopieert het in het volgende project. En klaar is Kees. Maar ons bedrijf is natuurlijk steeds meer en meer van onder tot boven, van links tot rechts ingericht op 3D en BIM. En dus moet je toch werken in unieke modellen, in unieke producten. En dat betekent dus dat je op zoek bent naar een BIM-model die uniek voor dat project met de kopersopties gemodelleerd is. Dus iets wat op de plank ligt, daar hebben we in dat geval dus helemaal niks aan. Dat betekent dus ook dat voor ons steeds meer het besef komt dat het niet zozeer gaat om het fysieke product wat standaard moet zijn of wat moet passen in het concept. Maar dat we veel meer met elkaar moeten praten over het proces wat we met elkaar voeren. We moeten het proces zeg maar conceptueel benaderen en standaardiseren. Zodat er aan de achterkant unieke producten kan ontstaan die passen bij de behoeftes van de klant. Hier even een voorbeeld, een paar plaatjes van hoe wij dus een model inrichten met onze producten. Met daarin wanden van beton, gevels van beton en vloeren. En als we het dan in ons tekensysteem in Tekla uitwerken, dan ziet het er ongeveer zo uit zoals we dit plaatje weergeven. Vanuit dat model, wat ik u net heb laten zien, als dat de verschillende rondes doorgeweest is en goedgekeurd is, sturen we onze productie aan. En dat betekent dat in onze productie machines staan, die dus de informatie uit het model kunnen inlezen en kunnen vertalen en kunnen produceren tot wanden en vloeren. En u ziet hier bijvoorbeeld een plaatje van onze machine in Lelystad, de Heembetonfabriek, waar dus wanden worden geproduceerd. Hij leest dus uit het BIM-model die ene wand in en vervolgens produceert hij die in de fabriek. En is het dus ook veel minder belangrijk, hè, wat ik dus zo even zei van 100 of 50 keer hetzelfde, maakt op zich niet uit, want ze worden wand voor wand geproduceerd. Wanden, toppen, gevels, achter elkaar, in een rij, in een baan, als een soort carousel wordt het geproduceerd. Dus op zich kunnen we daarmee ook het principe van One Piece Flow heel goed ondersteunen. Het maakt namelijk niet uit. Elke wand is voor ons uniek en elk project is uniek. Wat natuurlijk ook gebeurt is dat we de logistiek moeten oppakken. Ook de logistiek wordt vanuit hetzelfde BIM-model aangestuurd. Logistiek zeg maar, draait op een ERP-systeem. ERP-systeem wordt gevoed met informatie uit het BIM-model. En vervolgens zeg maar, kunnen afspraken gedaan worden en kunnen afroepen gepleegd worden. En komen onze producten just in time. En dus dat BIM-model zeg maar, staat heel centraal binnen ons bedrijf. Zorgt ervoor dat de wanden en vloeren just in time worden geproduceerd. Door machines die ze per stuk produceren. Het BIM-model zorgt ervoor dat onze logistieke mensen beschikken over de goede informatie. Zodat ze vrachten op het juiste moment met de juiste producten op de bouwplaats kunnen laten verschijnen. Dan even hierop doorgaan, zeg maar richting het proces wat we willen voeren. En dan spiek ik even naar de tijd. Nou, dat gaat heel goed, denk ik. Als je kijkt naar het BIM-proces en de grafiek die erbij hoort, dan is een typisch kenmerk van BIM is dat heel veel beslissingen naar voren geduwd moeten worden in het ontwerpproces. Deze grafiek is een bekende grafiek, zeg maar, die heel vaak gebruikt wordt. En zegt eigenlijk niks anders dan dat in een 2D-proces nemen we beslissingen, zeg maar, in de tekenfase, in de engineeringsfase, door boekjes heen en weer te sturen, door controles uit te voeren, uiteindelijk ontstaat er een eindproduct. Maar in een BIM-proces is het van belang om zeg maar, kennis naar voren te duwen en vroegtijdig in het proces die beslissingen te nemen.
Dat is ook gunstig als je kijkt naar deze twee lijnen die ik er nu aan heb toegevoegd. Want des te vroeger in een ontwerpproces beslissingen over de casco, knooppunten, vloeraansluitingen worden genomen, des te gunstiger het is. Er is nou nog maar 1 of 2 personen zijn met het model bezig. Er ontstaan weinig kosten en je kunt ze goed overzien. Des te verder dat beslissingsmoment naar achteren is geschuift, des te hoger de kosten voor het uitvoeren van die wijziging zullen zijn. En dit is even aan de voor uw linkerzijde, zeg maar, dus de oude uitdrukkingen VODOTO. En tegenwoordig, zeg maar, in een BIM-proces praten over LOD. En LOD staat voor Level of Development, het detailniveau van het model. En dat betekent dat we dus langzamerhand opbouwen van LOD 100, LOD 200, dat is de ontwerpfase, richting LOD 300 en 350, de groene fase. Dat is de fase waarin de ruwbouwgroep zijn stukje engineering gaat doen. Dus wij proberen, zeg maar, onze input te leveren in de zin van kennis naar voren, maar ook gereedschappen die u kunt gebruiken in de Revit-omgeving. Die leveren wij gratis aan de markt. Die zijn gewoon te downloaden vanaf onze site. En die kunt u gebruiken in de ontwerpfase LOD 200 en 300. Hier is dan het overdrachtsmoment waarbij wij het model overnemen en verder gaan inrichten met behulp van Tekla in onze engineeringsomgeving. En uiteindelijk ontstaan er dan producten, LOD 400, die u kunt gaan toepassen op de bouwplaats. Dit is een ander schema waarin hetzelfde proces is weergegeven. Het is, staat heel veel in. U kunt dit trouwens terugzien op onze site, hè, de nieuwe site die er nu is. drbg.nl staat deze poster ook vermeld. Hierin aan de bovenkant nog een keer weergegeven het BIM-proces. Zo langzamerhand dus vanaf links naar rechts beginnen met LOD 100, waarbij 1 ontwerpende partij bezig is. En steeds meer partijen parallel gaan werken aan hetzelfde model. En op een gegeven moment, als het project definitief is en verkocht is en de opties bekend zijn, vindt er een overdracht plaats. En die overdracht vindt plaats naar de twee onderste stromen. Dat zijn de twee processen zoals ze bij ons bedrijf aflopen. Op de tekenkamer, op de afdeling engineering. Betekent dus dat het heel belangrijk is dat er spelregels zijn. En dat er bij dat overdrachtsmoment gekeken wordt, wat zit er in dat model. Want in dat model moet er dus wel die informatie zitten die voor onze tekenkamer belangrijk is, zeg maar, om de volgende stap te kunnen zetten. Dat hebben we gedocumenteerd, hè. Die documentatie is er. En die kunt u ook terugvinden op onze site, zeg maar, in ons BIM samenwerkingsprotocol. Het is heel belangrijk, zeg maar, in het kader van het proces om afspraken te maken over wat er in het model moet zitten, zodat de volgende partij zijn werk goed kan doen. Vanaf dat moment pakken wij het stukje engineering op en gaan dat in 1 of 2 rondes richting een definitief model brengen. En dat definitieve model vertegenwoordigt dan, zeg maar, de producten die uiteindelijk ook worden geproduceerd. Wij kennen eigenlijk 2 varianten. We noemen de bovenste variant de LOD 300, omdat die het overdrachtsmoment ligt in de fase LOD 300. En de tweede variant noemen we LOD 350, omdat het model dan nog verrijkt is, zeg maar, door de ontwerpende partij met nog meer informatie. En eigenlijk is dat, zeg maar, heeft dat het predicaat productie gereed. Er wordt dan gezegd, dit model is productie gereed. Hier heb je hem, ruwbouwgroep, produceer hem maar. Daar zit een klein stukje Tekla tussen. Maar in feite is dat het doel wat je nastreeft. Ik heb hem nog een keer uitvergroot voor u. Dat de LOD 350 proces met ook in kleur aangegeven en taakverdeling wie doet wat. Betekent dus in feite het roze gedeelte. Daarin is, zeg maar, de ontwerpende partij, in de meeste gevallen de architect, de constructeur of de aannemer bezig met het optimaliseren van het model. Daarna het overdrachtsmoment, het groene gedeelte, is het gedeelte waarin de ruwbouwgroep zijn tekenwerkzaamheden verricht. En uiteindelijk heb je nog productie, levering, afroep en bouw op de bouwplaats. En als u zich dan afvraagt, en wat doe je in die eerste fase, doen we helemaal niks. Dat is niet waar. Zeker doen we wel wat. We gaan u, zeg maar, in die fase zeker van dienst zijn door advies uit te brengen, berekeningen te maken, zodat u ook weet wat u ontwerpt, dat ook haalbaar is. En daarnaast hebben we ook verschillende producten, zeg maar, die u kunt gebruiken en bij het optimaliseren van het model. We hebben bijvoorbeeld ook een bibliotheek gemaakt voor Revit gebruikers, waarin onze producten staan, die u dan kunt gebruiken in het ontwerp, zeg maar, zodat wij uiteindelijk ook begrijpen welke producten toegepast zijn en dat ze ook de goede naam kennen. Dat is de Revit bibliotheek. Als je meer praat, zeg maar, op een ander niveau over de total cost of ownership en een BIM model, hè, wat als we praten over LOD 400 producties geleverd, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, en
Wat hebben we dan nog bereikt met elkaar? Uiteindelijk ontvangt u van ons een model met alle relevante informatie. En dat is informatie die ook in de levensduur van het gebouw gebruikt en hergebruikt kan worden. Bijvoorbeeld alle relevante informatie staat erin. Dus ook gewichten van producten en wat er in de producten allemaal in de fabriek ingestort is aan wapeningen en dergelijke. En dat is natuurlijk belangrijke informatie als je praat over een stukje facility management in de levensduur van het gebouw. En dat kan ook hele belangrijke informatie zijn als er voor de toekomst plannen zijn om de indeling of het gebouw aan te passen. Dat is iets wat we gewoon overdragen bij op het eindmoment, zeg maar, en wat door de opdrachtgever gebruikt kan worden. De services, dus net de vraag van wat doen we dan in de LOD 200 fase. We hebben verschillende services daarvoor ingericht. We hebben uiteraard heel veel documentatie, ontwerprichtlijnen over onze producten die ter beschikking staan. We hebben de Revit-bibliotheek voor gebruikers, voor ontwerpers. Dus het zijn Revit-tools in feite gemaakt waarmee goed gemodelleerd kan worden. En we hebben alles gedocumenteerd als het gaat om proces en wat er in het model moet zitten in het BIM-samenwerkingsprotocol. En het BIM-samenwerkingsprotocol staat op onze site en is dus te downloaden. En een nieuwigheidje is ook dat we een service hebben ingericht waarbij u dus een model wat u heeft gemaakt in LOD 200 formaat even wilt toetsen. Dat u hem dus online kunt sturen en per omgaande 24 uur per dag een terugkoppeling krijgt in een BCF-rapportje. Dus er ligt een ontwerp, u heeft twijfels, u stuurt hem naar een server. De server die controleert hem op de hoofduitgangspunten, de spelregels zeg maar. En u krijgt een rapportje weer terug in het BCF-formaat. Kortom, mijn boodschap was eigenlijk heel kort. Als we praten zeg maar, over een concept en BIM, dan hebben we het eigenlijk over het proces standaardiseren. Zodat uiteindelijk zeg maar, die concept woning gebouwd kan worden, maar uniek per koper, per situatie. En als we het hebben over services, dan zien wij het als onze taak en verantwoordelijkheid om u zoveel mogelijk te helpen in het ontwerpproces met diensten en met producten. Dat is wat ik met u wilde delen en dat is nu gelegenheid voor vragen, als u er zijn. Ik zie geen vragen. Dan denk ik dat duidelijk geweest ben. Dan dank u voor de belangstelling en nog een prettige beurs verder.